Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Vandaag een korte update van dit mooie aquarium. Tenminste mooi, ik vind hem zelf erg mooi. Er zijn wat dingen gebeurd. Er zijn helaas wat vissen overleden ook. Nou, tenminste eentje. En een visje die, ja, ik ben bang dat die elk moment gaat overlijden. En er is nog iets stuk gegaan in dit aquarium. Iets waar ik in een eerder filmpje op zei van, jongens, pas erop, want het kan erg snel stuk gaan. Het zat bij mij wat aan de verkeerde kant van het aquarium. Ik heb het opgepakt, omdat ik hem wat beter wou positioneren. En hij brak af. Mijn mooie bellenteller voor de CO2 toevoer. Kijk, ik heb hier nog een stuk glas. Ja, doodzonde. Ik heb het zelf nog gezegd, pas erop. Kijk, hij zat zo in het aquarium. Kijk, dit zat zo. En ik wilde hem van het glas afhalen en ik was zo dom om hier aan te trekken in plaats van dit buisje aan de achterkant. Ja, dan hoef je niet eens veel kracht te zetten. Het is gewoon, hij staat namelijk al onder druk van de CO2. Dus ja, ik hoef het echt niet veel te kracht te zetten en het was kapot. Dus dat is super jammer. Maar niks aan te doen. Dat zijn dingen die gebeuren. En verder heb ik nog wat kleine dingen, maar dat laat ik jullie nu even zien in het aquarium. Kijk, even een update van mijn vissen. Ja, ze groeien eigenlijk heel goed. Ik heb er weinig op aan te merken. Kijk, mis een vrouwtje wel een beetje deze. Kijk, kom, ik heb hier een licht aan. Kijk, maar ja, ze zijn allemaal nog erg zin in voer. De heren serverum, ja, die beginnen echt wel te groten. Te groot. Ze beginnen te groeien. Echt een hele mooie vis. Het schotje tetra's wordt wel iets kleiner, er is er eentje overleden, dus dat is super jammer. Ik lach erom, maar ik vind het wel echt jammer. Plantjes doen het goed. Kijk daar, de ruggen zwemmen. Met een erosoverum ernaast. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is jammer dat het beeld niet de kleuren zo goed vastlegt. Mijn nieuwe CO2 diffuser. Doet het goed. Zo omhoog. En dan gaat het nog langs mijn pompje. Die moet ik eigenlijk even verkeerd schoonmaken dat de bladeren eruit gaan. Ja, gaat goed. Hier op zover denk ik dat niemand hem ziet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Die zit lekker tussen de plantjes. Nou, laten we het toch een beetje zien. Dat gaat goed. Ik heb hier een nieuw luchtsysteem hangen. Ik had namelijk twee kleine dingetjes hangen, maar daar kom ik later nog wel in de video op terug. Ja, die heb ik niet meer. En de pomp rolt goed. Er zit aardig stroom in het water. En de vis met wie het echt niet goed gaat. Ik zit even te kijken of we hem kunnen vinden. Die zit hierboven. Ja, ik heb geen idee. Hij is echt ziek. Ik wacht ook nog even één dagje. Misschien einde dag. Ja, misschien moet hij dan geëuthaniseerd worden. Maar hij eet nog wel. Het gaat gewoon niet goed met hem, dus dat is jammer. Kijk, zijn vrienden gaat goed. Ik ben bang of ik denk dat hij verstoot is. Ja, het zijn eigenlijk groepsdieren. Ik had een hele groep moeten hebben, maar ik heb ze gered. Bij iemand die ze niet kon verzorgen. Dus ja, dat. Klauwmootje. Ik wil altijd even hallo zeggen. Leuk in het grot. Maar ja, voor zover de update van mijn aquarium.
En tot de volgende video.